Wat maakt een kerstboom nou zo leuk om in huis te hebben? Toch wat sfeer. Dat er gewoon allerlei leuke dingetjes in hangen. En de kleuren samenstelling en de lichtjes natuurlijk. Ik vind iets meer sfeer en gezelligheid brengen dan een kale muur. Nederlanders vinden een kerstboom in huis gezellig. Dat blijkt uit het Nationaal Kerstboom- en Kamerplantenonderzoek van het Bloemenbureau Holland. Ruim de helft van de ondervraagden mist de gezelligheid van de boom dan ook wanneer deze weer is opgeruimd. Heeft u er al over nagedacht wanneer u hem weer gaat weghalen? Nee. Na januari, tenminste denk ik zo'n 6 januari. Wat ga je nou het meest missen van die boom als die weer weg is? Ja, vooral de lampjes. Het wordt wel kaal straks. Lampjes, ballen, slingers. En de piek. In de piek. Uit het onderzoek blijkt ook dat 57% van de Nederlanders zo snel mogelijk iets anders neerzet op de plek waar eerst de kerstboom stond. Ja, een kast of een lamp of iets anders. Iets van een mooie groene plant. Trek tulpen neer of zo. Wij hebben daar een plant staan, maar ja, dat is dan niet de kerstboom. Dus die plant is in een andere hoek gezet, maar die komt er wel terug. Merkt u nou dat het veel drukker is meteen na de kerst? Ja, het is zo als op een gegeven moment de kerstversiering verdwijnt. En het wordt wat kaler in huis. Dan wordt dat direct opgevuld met kamerplanten, bloemen en bloeiende artikelen. Of de kerstliefhebbers na de feestdagen inderdaad voor een kamerplant kiezen, blijft nog even afwachten. Voorlopig kunnen ze in ieder geval nog even genieten van de gezelligheid van de boom.